François, je maakt in de laatste minuut de gelijkmaker. Hoe sta je hier? Met welk gevoel? Ja, we hebben net gezegd, het puntje moet je koesteren. Jong Ajax, hier gaan niet veel clubs, denk ik, punten halen. Speelt gewoon tegen een heel goed team. En zeker de manier waarop en het moment waarop je die 3-3 maakt, ja, dat is natuurlijk wel iets waar je dan enorm blij mee bent. Ja, en dus wat ik zeg, een puntje moet je koesteren. En zeker het moment waarop. Randy Wolters, wat een zinderende slotfase. Hoe ben jij Kvida en Brandenhorst in de armen gesprongen? ik ben er niet heen gerend. Ik was al super blij, maar ik vond het wat te ver. Maar blij dat we uiteindelijk een puntje hebben gepakt op basis van de tweede helft. Ik denk dat je goed wegkomt. Maar ik vind gewoon over de hele wedstrijd, of voor de wedstrijd, als je het team ziet van Jong Ajax, dan hoor je hier vandaag gewoon 3 punten te pakken eigenlijk. En op basis van de tweede helft kom je dan wel goed weg, denk ik. We hadden geen initiatief meer in balbezit. We hadden geen rust meer aan de bal. We gaven alleen maar lange ballen. En dan zie je gewoon dat jongens als Sven, Anthony en ik dan weinig aan de bal komen. En daar lag in de eerste helft wel degelijk het gevaar. En dan dat is wel frustrerend. Ja, het was wel een klein beetje met de hakken over de sloot. Al leek er eigenlijk in de eerste helft niet zo heel gek veel aan de hand. Jullie speelden redelijk gegroepeerd. Gewoon een paar keer goed uit. Waarom lukte dat niet in de tweede helft? Ja, dat was ook een beetje ons strijdplan. We hebben ze natuurlijk wel geanalyseerd. En zij zijn natuurlijk technisch vaardig. Hè? Goed aan de bal en willen graag door het midden spelen. We wisten wel dat als we daar een aantal keer de bal konden onderscheppen, dat we met onze snelle spitsen wel iets konden doen. Nou, dat hebben we eerst zelf goed gedaan. We hebben echt veel kansen gehad. Ik denk vlak voor rust nog een kans met Anthony Moussaba op 3-1. Kort na rust nog een met Sven Braken op 3-1. Alleen ik denk dat het vooral zat in de tweede helft aan de bal. Kijk, op het moment dat je echt heel snel die bal kwijt bent weer, ja, dan moet je weer achter hun aan. En zij zijn gewoon vaardig aan de bal. Dus soms kom je in het verdedigen niet alleen door jezelf, maar ook door hun, omdat ze zo goed zijn. Ja, dan moet je, als je de bal verovert, soms een keer de bal houden in plaats van weer diep spelen. Want dan vermoord je ook je spits als iedere bal diep gaat. Dus dat hebben we denk ik niet goed gedaan. Dan kom je steeds in het verdedigen. En op het einde neem je risico en zit het geluk een beetje aan je kant dat die penalty gestopt wordt. En kreeg je nog volgens mij 3 of 4 kansen om die gelijkmaker te maken. Uiteindelijk is het in één situatie volgens mij nog een corner geworden en ging die erin. Ja, waarom lukt dat? Als ik dat zou weten dan, of althans achteraf, als je gewoon rust aan de bal houdt. En wat we in de eerste helft wel deden, dan kon je goed op de counter, kon je gevaarlijk worden. En nu als we de bal hadden, dan peerden we hem gewoon gelijk naar voren. En dat was het probleem. We waren niet meer rustig aan de bal en veel lange ballen naar niemands land eigenlijk. Dat was eigenlijk het probleem. De tandem met Sven Braken met jouw oogte in ieder geval wel prima, ja. Ja, die is wel aanwezig. Ik heb altijd het geluk dat ik altijd wel een klik heb met de spitsen waarmee ik speel. En met Sven was het al duidelijk dat ik buiten het veld goed met hem ben. En in het veld zie je dat het automatisch ook gewoon een goede klik is. En ik heb denk 4-5 voorzetten op hem gegeven waarbij die allemaal gevaarlijk werd. En hij heeft gelukkig een mooie goal kunnen maken. En daar ben ik ook super blij mee voor hem. En ik had het hem beloofd en gelukkig heeft hij een goal gemaakt. Maar ik vind het wel een beetje zuur uiteindelijk dat we niet hebben gewonnen. Maar aan de andere kant, ik ben wel super blij dat we in de laatste minuut het wel recht trekken. En dat is wel de euforie die je vast moet houden. We hebben een jonge ploeg met wat gasten die wat ervaring hebben. Die moeten de kar gaan trekken. Laten we het positief vasthouden zeg maar, van vanavond. Ik heb helemaal geen zin in dat negatieve gedoe. Maar al met al, ik vind eigenlijk wel dat we hier hadden moeten winnen. Alleen laten we de euforie vasthouden. Ja, was het dan ook wellicht lastig verdedigen omdat zij ook zo wendbaar zijn aan de bal en je dan uiteindelijk de bal ook weer aan hun laat? Ja, tuurlijk. Kijk, zij zijn gewoon hartstikke vaardig in een kleine ruimte. En op het moment dat je de bal verovert, zetten zij meteen druk. Dus dan moet je ook soms even onderuit kunnen spelen met 1 of 2 passes. En dan zijn ze uit positie. Maar op het moment dat je meteen weer verliest, dan is het lastig. En zijn ze gewoon zo vaardig en wendbaar. En het is niet zo dat jongens denken van nou, we laten ze maar even lopen. Maar dat zit ook in de kwaliteit van hun. Was dat ook de reden dat je Dijkstra meteen een basisplaats hebt gegeven na zijn blessure? Om toch wat verdedigende zekerheid in te bouwen? Ja, nou, die is wat meer een controlerende middenvelder inderdaad. En de voornaamste reden was toch het sturen en de leidinggevende rol die Mart toch wel heeft richting, ja, hoe het went of keert, heel veel jonge jongens om hem heen. Tom is nieuw gekomen, maar Tom is zelf ook 19 naar 20. Dus nou, Mart heeft wel die capaciteit om jongens goed neer te zetten en jongens daarbij te helpen. Dus dat was een reden. En plus, ja, dan heb je daar een blok van 6 staan, 4 achterop en 2 controleurs. Ja, dus dat werkt wel mee, ja.
Is dat dan ook wel het gevoel dat je meeneemt richting Roda? Want we hadden eigenlijk 3 punten moeten pakken, maar uiteindelijk is dit ook nog wel lekker? Ja, persoonlijk wel. Persoonlijk vind ik dat we gewoon hadden moeten winnen vandaag. Op basis van de tweede helft vind ik wel dat we goed zijn weggekomen. Maar ja, het is goed dat het wel gebeurt, zeg maar. Dat je wel die goal maakt in de laatste minuut. En je scoort in principe 3 goals. Je krijgt ook wel weer 3 tegen. Maar ja, wat ik zeg, we moeten positief blijven. En ja, aan die negatieve tijd heb je allemaal niks. We moeten gewoon leren van de fout en, ja, en daarop voortbeduren, zeg maar. Dankjewel, succes verder. Ja, je noemde hem net al even, Tom van der Looy, nieuwe speler. Vandaag voor het eerst in de basis. Ben je tevreden over wat hij heeft laten zien? Ja, ja, als je ziet wat Tom brengt, ook qua rust aan de bal. Hè. Natuurlijk een tijdje waarschijnlijk niet gespeeld. Nou, meteen de intensiteit van deze wedstrijd goed opgepakt. Eerste week dat hij bij ons meetraint, dus zal best nog wel wennen zijn qua automatismes. Maar je ziet dat hij wel een slimme, intelligente speler is. Dan nog even iemand die niet in de basis stond, die ook niet bij de wedstrijdselectie zat. Jonathan Okita, dat was toch een opvallende afwezige eigenlijk bij de selectie. Wat is er met hem aan de hand? Ja, voor veel mensen schijnbaar, maar hij is geblesseerd. Hij is gewoon geblesseerd? Ja, hij is gewoon geblesseerd. Niks met een transfer te maken? Niet dat ik weet. Hij heeft gisteren getraind, last van zijn hamstring gekregen en aangegeven dat hij niet 100% fit was. Ja, als je niet 100% fit bent, dan kun je niet spelen en dan kun je ook niet de bank zitten. Dus die heeft vandaag getraind op de Eendracht. En morgen eens kijken hoe dat is, maar... Zover wij weten is het alleen een blessure. Oké, okay. Vrijdag wacht Roda weer. Welk gevoel neem je uiteindelijk mee naar Roda vanuit deze wedstrijd? Ja, uiteindelijk kan je daar maar 1 gevoel in meenemen. Zeker het moment waarop je die 3-3 maakt. En zeker als je ziet hoe hard die groep gevochten heeft en gewerkt heeft. Is het wel lekker om na vorige week een nederlaag niet met 2 nederlagen naar huis te gaan. Dan krijg je toch, hè, zoals we in het wielrennen een beetje zeggen, het moraal is het wel goed, een puntje. Ja, nou, uiteindelijk hebben we daar een beetje geluk bij gehad door op het laatst heel, heel offensief te spelen. En die penalty gaat er niet in. Dus dat nemen we mee, dat we wel met opgeheven hoofd hier weggaan. Nogmaals, hier gaan niet veel teams punten halen, denk ik. Dankjewel, succes.